Jim Koller, ten eerste gefeliciteerd met je debuut, basisdebuut vandaag. Met dat punt, kunnen we je daar ook mee feliciteren? Of? Nou, liever niet. Want natuurlijk, je wilt hier weggaan met 3 punten. Ik denk dat we voetballend beter waren. En dat ik dat toch voelt als een teleurstelling als je hier weggaat met 1 punt. En ik denk dat we die 3 punten gewoon verdiend hadden. Als je kijkt naar het voetbal, het was een van de betere wedstrijden qua voetballend van ons opzicht. Dus het voelt toch wel een beetje als een teleurstelling. Maar toch ook wel weer blij dat we die... ene punt pakken in de laatste minuut, want als je hier met 0 punten naar huis ging, dan zat het helemaal niet lekker. Hoe was het voor jou om voor het eerst te starten? Ja, geweldig. Het voelt echt trots. Heel trots. Mijn ouders en mijn neef en mijn broer zaten op de tribune, ook heel trots. Nee, dit is gewoon waar je naartoe werkt vanuit de jeugd. Dat is je droom. En dat je dan nu in de basis mag starten voor Vitesse 1, dat is gewoon geweldig. Is het dan nog specialer dan invallen tegen Eindhoven of is het een beetje vergelijkbaar? Nee, ik denk dat de invallen tegen Eindhoven was het mooiste in het Gelredome. Met 15.000 man, dat is geweldig. Dat was het mooiste moment, maar dit is ook natuurlijk, dit is geweldig. En hier vanuit gewoon doortrekken en hopelijk op nog meer minuten. Je zegt voetballend was het misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen. Kun je dat eens toelichten? Ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen. Met veel rust. In de vorige wedstrijd hadden we nog wat moeite met de rust bewaren in het begin. En dat was een beetje holle knollen. Maar ik denk dat we het nu goed oppakten. We creëerden voetbal. We zochten onze middenvelders. We kwamen onder de druk van Emmen vandaan. Dus ik denk dat we in het begin gewoon de grip hadden. Alleen later zag je dat het een beetje wegtrok. Dat was jammer. Maar voor de rest was dit een... ik ben tevreden. Was een goede wedstrijd, vond ik. Wat was jouw rol daarin in het voetballende spel? Veel diepgang. Ik was natuurlijk de nummer 10. Dus ik moest zorgen voor veel diepgang. Maar ook in de bal als het moest, zeg maar. En gewoon je ding doen. Gewoon een vrije rol. Tussen de linies bewegen. Veel energie. Dus dat is ook wat ik probeer te brengen in het team. Ja. Dan word je er in de tweede helft eraf gehaald en hoor ik vaak van voetballers. Als ik op de bank zit, vind ik de spanning haast ondraaglijker als dat ik in het veld sta. Hoe was dat bij jou vandaag? Nee, bij mij was dat niet. Nee. Ik had dat gevoel niet. Nee. Je had niet het gevoel dat het nog mis zou gaan? Nee. Ik had gewoon vertrouwen in de mensen in de ringkamer weer, extra energie. Ik wist gewoon, als wij bleven voetballen, dat we hier konden winnen, minimaal gelijk spelen. Dus ik had dat niet. Dan ben je eigenlijk sinds de zomer echt bij de eerste selectie betrokken. Hoe zijn de afgelopen weken voor jou geweest? Natuurlijk. Je krijgt te horen dat je mee mag doen in de voorbereiding. Dat is natuurlijk al geweldig. Dat je mee mag doen met de grote mannen. Dat is waar je van droomt. En dan voorbereiding ging goed. Dus de trainer had me gebeld een paar weken later. Maar trouwens... 1 week of misschien voor de voorbereiding nog had hij me gebeld en had hij gezegd van je zit volgend jaar definitief in de A-selectie. Dus dat is gewoon geweldig. Daar droom je van als een jongetje dat je bij de A-selectie van Vitesse zit. En als dat dan mag gebeuren, dat is geweldig. Nou kom je uit Amersfoort. De trainer komt ook uit Amersfoort. Schep dan nog een... Hoogland. Dat is nog weer anders. Ja, Hoogland. Dat is een dorpje rondom Amersfoort. Ja. Nee, klopt. Ik ben echt Hooglander. Ja. Dus het schept dan niet per se een band dat je aan dezelfde streek komt? Nee. Dat niet. Maar hij woont wel in de buurt. En ik had een keer een gesprekje met hem thuis. En ik kwam niet op de fiets. Dus dat was wel mooi. Maar af en toe, als we laat bijvoorbeeld zo'n uitwedstrijd hebben, dan rij ik even met hem mee. En dan brengt hij me thuis. Dus dat is mooi. Er zullen ook wel wat geintjes over worden gemaakt inmiddels, of niet? Ja, niemand, nog niet veel mensen weten. Maar binnenkort dan weten veel mensen het. En dan zullen die grapjes wel komen, ja.